Hallo, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. Dit is NL Magazine en dit keer gaan we het hebben over computerveiligheid. Zo Ricardo, als we het dan over veiligheid hebben, waar moeten we dan op letten? Als we het over veiligheid gaan hebben, dan zullen we in eerste instantie gaan we kijken naar de antivirus die we zien. We hebben heel veel verschillende antiviruspakketten zijn op de markt. Ik zal er een aantal noemen. Een McAfee, een Norton antivirus, zelfs tot een Panda antivirus aan toe. Ze doen allemaal hun werk, moet ik zeggen. Ik kan niet zeggen welke goed en welke slecht zijn. De een is wat meer belastender voor je computer dan de andere. Maar die doet ook veel meer. Oké. En daarnaast, naast antivirus, wat hebben we dan nog meer? Nou, naast de antivirus, zoals uit oorsprong kennen we de antivirus, kennen we dan die een soort gevecht hebt tegen de virussen. Ja. Tegen de wormen, tegen de Trojaanse paarden, zoals we dat nog eens kennen uit de oude term. Vandaag de dag hebben we enorm veel te maken met malware. En dat is een soort reclameware wat we dan op onze laptop krijgen. We zien nog wel eens op een laptop of op onze computer, binnen Windows voornamelijk, zien we nog wel eens dat er een hoop reclame naar voren komen. Dat we denken van nou, hoe kan dat? Hoe weten ze dit? En waarom is als ik iets aanklik dat ik gelijk dit mag kopen, dat mag kopen en dat mag kopen? Nou, dat wordt malware genoemd. Is dat schadelijk? Hoeft niet per se schadelijk te zijn, maar ze proberen je wel tot een punt te brengen dat je dus wel geld gaat overmaken om iets op te lossen eventueel. Ik geef een voorbeeld. Het kan zomaar zijn dat een stukje malware een soort scanner kan zijn die dan zegt van nou, ik ga uw systeem scannen, ik ga zorgen om alles in orde te maken voor u, want ik heb al 1,4 miljoen fouten gevonden en druk hier om het op te lossen. Maar dan staat er wel tegenover dat je 50 euro moet overmaken. Oké, terwijl je eigenlijk helemaal niet die problemen niet hebt. Nee, en als je het overmaakt, dan zullen ook echt die problemen al niet opgelost kunnen worden, want die zijn er al niet. Dat is slim. En wat bestaat er nog meer? Nou, wat we ook nog hebben is, en dat is nu eigenlijk van vandaag de dag, en dat is ransomware. En dat is toch wel iets, ik zie het nog niet heel veel voorbij komen, gelukkig nog niet, maar het is er wel. En ransomware zorgt ervoor, is in de vorm van een mailtje, kan zomaar zijn een factuur van KPN zomaar zijn, waarin staat van nou, klik hier om uw factuur te openen. En als we dat aanklikken, kan het zomaar zijn dat al uw bestanden op uw computer of op uw laptop gegijzeld worden. Dus al uw bestanden zijn niet meer leesbaar. Nou, vandaar het woord ransom. Ja. En we krijgen een melding in beeld en dan hebben we eigenlijk nog maar 12 tot 24 uur de tijd om dus een x-bedrag over te maken aan een onbekende partij eigenlijk. En dan op de hoop dat we onze bestanden weer terugkrijgen. Oké. Zou je dat doen? Persoonlijk zou ik het niet doen. Ik heb wel op internet wel zitten lezen erover. En er zijn mensen die het wel gedaan hebben. Er zijn zelfs mensen die ook hun bestanden gewoon weer terugkregen zoals ze waren. Maar ik heb ook meer dan genoeg mensen gezien die dus echt gewoon zo benadeeld zijn. En bestanden niet leesbaar meer. En een hoop geld betaald. Okay. En ik moet zeggen, om die stimulans zeker bij dat soort partijen weg te nemen, is ja, betaal het niet. Want des te meer mensen er toch gaan betalen, des te meer van dit soort partijen naar voren komen. Ja, dat is duidelijk. Dus, mensen, dus dit is de laatste. Ransomware, dat is best wel gevaarlijker. Ja, ja. Het systeem. Alleen, betaal niet. Betaal niet. En let erop, als u geen KPN heeft, of u heeft geen Nuon, open dat mailtje dan ook niet. Want u maakt er al geen gebruik van. U heeft al geen internet of telefonie via KPN. Dus die factuur is ook niet voor u bestemd. Nou, heel duidelijk weer. Mag ik je weer bedanken voor deze podcast. Alsjeblieft. Mensen, u ook weer bedankt voor het kijken. En tot ziens. Tot ziens.